Is gewoon mee aan het tand. Yo. Oh my god, mijn snack zit hier weer in Olderkot. Te eten op Olderkot, nou is ze biedt toch. Mega lekker vegetarische pasta en al. Wat? Dus zeg, kom aan Silke, we gaan het samen doen. Goedemorgen. Ja, nieuwe dag, nieuwe hoe noemen we dat eigenlijk? Een mini-vlog? Geen mini-vlog? Een bijna zotte video. Maar gewoon een... Ja, dat is eigenlijk al gelijk. Je mocht niet zo in kotjes denken. Nee, weet dat? Nee, nee. Weet dat? Vlog, video. Nee. Misschien willen we gewoon onszelf zijn. Ja, uit de kast komen. Hè. Gewoon uit de kast komen. Ja, voilà. Wil jij uit de kast komen? Nee. Of wil je weer in de kast? Wilde jij bij mij in de kast? En heb je zo. Ik pak al zo'n mes. Juki! Ja, kaas, hè, die spijtig. Silke, je moet weten, al die mopjes dat ik vertel, dat is allemaal voor te lachen, hè. Je moet dat nooit serieus nemen, hè. Want Anouk gaat dan nu naar kijken naar die vlog en dan zegt... Ga je een keer, godverdomme, Oh, ja. Potjandori. Dat is maar geen potjandori. Salutjes, hè. Yo. Remzi krijgt zo'n slaap thuis. Ja, ja. Nee, maar dus die mopjes dat ik gebruik, dat is puur om te lachen, hè? Ja, maar ze zijn niet zo grappig. Ah, ze zijn niet grappig. Oh. Hey, Remzi, ga er jij op slaan of moet ik erop slaan? Of gaan we gewoon samen op slaan? Salutjes, bedankt. Ander is weg. Ja. Dus ja, mensen, we zijn hier voor. We gaan nog een keer naar een film kijken, hè? En vandaag gaan we beginnen aan de Conjuring. Dan komt hij zo binnen met een shotgun. Wat was dat? Dus vandaag gaan we een keer beginnen kijken naar de Conjuring. Toen een keer de Conjuring, Remzi. Kom, hij zijn nog jong. Ik ben een oude man. Nee, kijk, maar ik heb een kwaliteitscamera. Kijk je naar mijn camera? Ja. Bam. Dat is kwaliteit. We zitten hier niet in Schimland. Schimland. Dat is Rimzi zijn kanaal. Eigenlijk zijn we beter nu. Kun je het zien? Ja, je is ook schim, hè? Met je ambetantigheden. Ja, als je films doet. Rimzi zijn kanaal zou een beter Schimland. Moet voor Schimland. Ja. Ik ga je niet mogen eten, nee. Kijk. Zo'n kleinstaande YouTuber afrond. Dat is geen waar. Remzi is een echte vriend geworden. Ja. Gluten. Wat, gluten? Met gluten. Ah, dacht hij zei. Niet beginnen over mijn gluten. Ah, ja. Dat is ongeluk. Of zijn er daar ook al vegetarische gluten, wat heb je nog? Dat is zonder gluten, hè. Wat heb je nog? Wacht, gluten, vegetarisch, en wat heb je nog zo? Lactosevrij. Lactosevrij. Kaas is ook lactosevrij. Ah ja, je hebt ook zo mensen. Wat is alles recht, hè. Als je het doet, moet je het doen, hè. Ik voel wel zo de aanwezigheid van Silke. Ik kijk naar u, maar ik zie haar zo met haar armen openstaan. Zo van, welkom dames en heren bij een nieuw kookprogramma. Silke kookt. Voilà. Dan heb je zo alle camera's in je staan. En wat gaan we vandaag doen? Dat is eigenlijk wel. Eigenlijk zit dat zou je nog passen, eigenlijk, Silke. Ja? Is hij ook zo stylish gekleed vandaag? Amai. Ik ga nog niet eens kijken, man. Ik had nog een keer zeggen, want ze ontwijkt het compliment. Hij is eigenlijk zo stylish gekleed vandaag. Dank je. Ik heb al 4 keer het compliment aanvaard. Voilà, zie. Dat was de vlog. Voilà, dat was de vlog. Hoe is de titel? Silke is fashion. Fashionly gekleed vandaag. Ja. Voilà. Mensen kunnen eigenlijk wel een beetje zeven, eigenlijk. Op de helden en toestand. Ja, vooral op de toestand. Ja. Wil je kijken als de toestand? Oh, jongens. Ah, ik wilde ook graag. Dat eet ik dus ook graag, hè. Op mijn spaghetti. Parmezaan. Dat is dus niet normaal lekker. Veel, hè. Ja, dat is echt. Maar, een tip. Voilà, kijk, weer een tip. Je kunt dat bijvoorbeeld kopen in de Lidl. Voor de naald van de prijs. Het is 100% hetzelfde.
En dat zit in zo'n gemakkelijke bus. Oh nee, nou, nee. Dat is niet vers, hè? Kan ze uit de bus? Ah, want dat is wel vers. Ja, ja. Dat is... Ja, ja, zijn dat je zus hier achter de hoek in een zakje gestoken. Toevallig is dat. Ja, ja. De melkboer. Ja, wat zeg je al er eigenlijk? Ja, wat is dat zo? De melkboer heeft die rust vanuit. Ah ja. Met dat zakje. Met dat zakje. Ja, het was samen wel op. Maar ben je... Juist. Wil je even... Ja. Oh, Remzi gaat een proevertje doen. Ik ga daar niet normaal vet doen. Ga maar in het al worden, zo. Het er hoesting in, hè? Eén wel. En uw spaghetti? Hupla. En? Goedgekeurd? Bendito. Oh, hola. Is dat Italiano? Ik weet het. Oh, stil. Ja, ondertussen zijn ze weer in discussie, want ja, ik zie de camera is niet op helder en dan begint de discussie. Nu is het mega hard. Blijf een keer kalm. Allee, blijf een keer kalm. We zien elkaar een keer graag. Jij bent lekker wilder dan ons allemaal samen. Maar ik ben wie dat ik ben, hè, Silke. Ah, misschien zijn wij wie dat wij zijn, niet? Mooi, allee. Wim, zie jij... zoveel rusten. Rindt jij dat nu hoort, hoe dat ik behandeld word? Die YouTuber met pika 7k subscribers. Oh, ja, dat is wel eigenlijk heel erg. Ja, ik heb hier eigenlijk geen respect voor al die subscribers en al die views. Al die shoutouts dat ik wil hebben. Wat, al die wat? Al die shoutouts. Ja, al die shoutouts. En dat is hier stank voor dank. Voor ik hier... Ik heb zo hoesten voor een taloer op mijn boot slaan. En de rest. Heel die pot. Man. Boom! Kijk, kom af hier. Ah, krijg mijn bord. De liefde is terug. Krijg mijn bord terug. Ja, dus. Wat waren we aan het zeggen? We gaan vandaag een keer beginnen kijken naar Conjuring. Dus dat is de eerste. Ik heb daar nog niks van gezien. Het The Conjuring 1. Het Conjuring 2, het Conjuring 3, het de Nun 1, dan we hebben Dame Blanche. Wat? Ah ja, dat staat hier op. Dame Blanche. Ah nee, nee, The Curse of La Llorona of zoiets. La Llorona is Spanjaard. Ah, well, hey, zijn ook een beetje multicultureel, hè? Wat zeg je eigenlijk allemaal? Dus Italiaans, Spaans, Turks. En stylish. En stylish. Dus hij had ook Annabelle van Laire. En dan, dat is de derde volgens mij. En dat is de tweede. Voilà. Dus al die films gaan we kijken, maar we gaan beginnen met Conjuring 1. Misschien Conjuring 2. Het is te zien ja, hoe wakker dat we nog zijn. Ik ben thuis morgen, maar hij moet werken zeker. Heb zulke zin wel. Gelukkig moet ik wel gaan werken. Dus ik ga er geen last van. Dus jij moet vroeg in je bedje. Maar hoe maar om 10 uur beginnen. Big lifestyle people. Wij beginnen maar om 10 uur. Ja. Zodat ik mijn espresso cappuccino nog kan drinken. Ja, Starbucks live. Starbucks live. Zeg het keer. Wil je vandaag nog eten? Ik wil vandaag nog eten. Okay. Allee, bedien mij maar een keer. Wow, ja. Zijn stukjes weg. Allee, maar ik zei het toch niet verkeerd? Waar is die bekeken? Kijk je daar, zie. Kijk een keer daar. Ging je zus een mega schoon shotten van Silke die mijn pasta... Maar wel die witte kaars, niet die andere. Ja, die al brand is. Ja, goed. We gaan eten. Let's go. Home. Wat is dat? Dat je spaghetti weet. Dat is juist niet hoe dat je spaghetti eet. Dat is mega... Dat is anti-Italiano. Nee, nee, zo eten ze dat. Vergeet het. Zo eten ze dat in Amerika. Vergeet dat maar. Nee, echt zo. In Amerika? Ja. Ja, maar we zitten hier niet in Amerika, hè. We zitten in een Italiano. We go back. Dat was een scratch. Oké. Okay. Super, super, super. Maar ik ben wel blij. Zo zijn.
nu is het pijn ook. Mijn echte naam is Dusty. Ja, mensen. En je zus gekeken naar The Conjuring. En dat is wel echt niet normaal. Maar het ambetant is. Kijk, met de film en mijn ding is. Het is heel donker. Ah ja, oké, nu kun je het maar zien. Ja, dus die film is. Wow. Die film is echt niet normaal. Ik heb hier meer zo gezeten dan wat anders, jongen. Dat was echt zot. Zal ik en zo alles. Zien, waarom moet alles hier zo creepy. Ah, ja. Jongens, als ik weer de PlayStation aan, dat is ook al creepy. Ben je nog niet wel kijken? Nee, ik ga echt geen meer kijken. Hadden met de vrienden, not? Hè? Hadden met de vrienden? Ja, maar van Annabelle komt dat wel. Het is echt zot. Het is een vrij zot film. Het is een mega goeie film, The Conjuring. Maar het is echt zo'n bangelijke film. En het zitten zo 7000 jumpscares in. Fuck. Word er wel niet goed van. Jongens, zweten dat ik doe. Echt. Vente. Ja. Ik zie graag horrorfilms, hè. Echt waar. Maar, nee, eigenlijk moet ik het anders zijn. Ik zie niet graag horrorfilms. Maar ik wil ze wel altijd zien. Ja? Omdat ik vind het zo zot als dat zo spannend kunnen maken. En ik wil dat allemaal zien. Maar ik haat dat verschieten, hè. Ja, kun je moeilijk een horrorfilm aan zonder verschieten, dat ga ik ook niet. Ja. Of ja, dat gaat misschien wel, maar... Ik ben er wel jaloers van dat je zo intens in die film zit. Ja, nee. Ja, maar ik kan echt mij mega inleven. Ja, ja. Ja. Dus... De sound effects, dat er zelf geen jumpscare was, maar ja. Je win. Ja. Aan verschieten en aan toe. Ik verschiet soms gewoon van een donder of van een deur of van ja, weet ik wel. Veel. Ja, ik weet het. Ik ben er echt een slecht man. En dan nu de tweede. Of niet. Nee, echt niet. De ene is meer dan genoeg. Ik wil wel nog naar iets anders kijken, maar niet meer naar een horror, hoor. Maar Annabelle is niet echt puur horror, hoor. Ja, meer maar trailer, de vorm gaat ook eng zien. Ja, tuurlijk. Oh. Maar ik wil zeker nog naar iets kijken, maar niet zo... Maar, weet je wat? We zullen anders een keer mijn doos open doen. Oh, zeker. Ah, dat kunnen we ook nog doen, hè? Oh, weet je wat? We gaan een keer een unboxing doen. Daar gaan we. Dus ja, we gaan een keer een unboxing doen. Dus ik heb 12 Blu-rays gekocht. 3 voor 20 euro. Maar er zijn er nu nog maar 8 toegekomen en allemaal volgende week donderdag of vrijdag komt de rest toe. Dus we gaan een keer vlug kijken wat er hier allemaal in zit. Normaal zijn er 8, dus zijn er, voilà. Zo. En zo. Voilà. Dus, wat hebben we hier allemaal? De eerste film is The Offering. Ook nog horror. Ken jij dat, Ramzi? Ja, ik heb al zien passeren, maar ik heb dat nog niet gezien. Dus The Offering, kun je het eigenlijk goed zien of zit dat licht een beetje in? Ja, nee? Perfect. Goed. Voilà. Dan de volgende, daar een mega goeie. Wow, yo, bij jou. Heb je hem ook al gezien? In super de cinema, goed, ja. Ik heb ja. Hem ook in het cinema gezien. Dat was echt de max voor in het cinema te zien. Dat moet je in het cinema zien. Of op een mega grote tv. Ja, ja. Ah ja, toevallig, jij dat, hè? Toevallig. Toen moest je dat hier zien. Nee. Zielé. Dat wel waar. Maar dus, een mega goeie film, dat. En dan de volgende, kijk, die heb ik ook nog niet gezien. Dat is ook een horror. Candyman, maar dat is de remake. Ik heb hem ook gezien. Ah, heb hem ook gezien? En? Ja, niet mis, maar niet wow. Niet mis, maar niet wow. Goh. Okay. Ik vind het nee. Hey, classic. Ja, sowieso. Halloween 1, dat is wel een mega goeie, hè? Ja, ja. Een vrij, vrij goeie film. Maar dat is niet nog maar de eerste. Maar like, zo'n films, daar kijk ik wel alleen naar. Huh? Ja, dat doet mij niks. Dat doet mij... Dat is ook wel nog. Wel, maar dat is het eigenlijk niet logisch. Want, zo gezegd, geesten bestaan. Ja, weet ja. Wel? Dat bestaat allemaal niet. Dat is allemaal fantasie. Zo, hè. Allee, misschien bestaat het wel, maar we weten het niet. Hè? Maar dat kan wel allemaal. En de seriemode naar en al met slashers en al. Dat is eigenlijk wel realistisch. En daar ben ik niet bang van. Raar, hè?
Dat is toch zo. Ja? Maar dat is misschien omdat dat het onbekende is. Ja, en dat kan echt met je mind spelen. Hè? Ja, zo, dat is zo ongelooflijk. Ik kan misschien de link leggen. Ik haat het niet. Ja, eigenlijk wel. Ik had gewoon films met geesten en weet ik veel allemaal. Ik had het gewoon, maar ja. Toch wil ik het allemaal zien. Ja, ja. Dus, de volgende film. Oh. Oh, shit. Voilà, The Conjuring 3. Ik hoor wel fan van die film. Hier niet zo, hè. Het is gewoon niet hetzelfde als like die andere twee. Het is ik vind het minder... Ja. Dus, ik heb thuis al de Conjuring films en weet ik veel alles dat erbij hoort. Dus behalve die dat nog niet en Annabelle 3. Die dat nog niet. En dan, hup, heb ik hier nog een horror. Oh yeah. En Mal zien? Ja. Ook al? Zwaar goede film. Ook een goede? Ja. Ah, voilà. Dus ook 3 voor 20 euro was dat. En dan de volgende film, met Liam Neeson, actiefilm. Ah, nee. Ik zie hem wel een keer graag spelen. Ja, ik vind hem ook wel een goed. Liam Neeson. Allee, die acteur. Ja. Dus Ice Road, of The Ice Road. Voilà, en dan de laatste. Die heb ik eigenlijk leren kennen, dat is Bol. Die heb ik eigenlijk leren kennen via Movie Matters Podcast. Van Laurens Perenboom, die heb ik gezien. En dat is een mega schone, dat schijnt, een mega schone revenge movie. Oh, nice. Ja, dat is, het is kijk, a terrifying thriller. Zo'n beetje like Punisher of zo. Ja, denk het wel. Maar ik weet eigenlijk totaal niet over wat het gaat, maar het schijnt dat het een mega goeie is. Dus voilà, dat waren de films voor vandaag. Dus The Offering. Heb je hem al zien? Nee. Nee, maar ik kan wel al veel zien passeren. En dat was een feestje, dat was eruit. Ja. Hij hem hun, het Rutte, begint hij te vliegen. En toen telk Transformers, je bent te rijden en al. Ja. Oké. Dus ja, en The Fall, supergoed. Ja, ja. Dan Candyman. Ik ken enkel de originele, maar dat is de remake. 6 op 10. 6 op 10. Oké. En dan Halloween, ja, dat is, ja, dat is 10 zeker, op 10. Ja. Ja. Maar dat is niet een yes, nee. Maar ja, dat is een remake, hè. Ja. Ah, ja. Ja. Aha. Aha. Ja. Ik zie in de stoel, weer. Voilà, en dus Tom The Conjuring 3. Topper. Pray for the Devil. Wat nog een? The Ice Road. Sucked voor door. En Bill. Want jij zegt alleen maar flauwe. Lul. Kul. Ah. Ja, lul. Hey, dat is zeker niet. Ik zei knul. Ik moet de manier nou. Echt niet. Goed, voilà. Voilà, dus dat was de unboxing. Dus wat vond ik van die film? Ja, mega zot, hè, ja. Het was er heel over. The Conjuring, ja. Ah, heb je er ook naar gekeken? Ja, ah. Ik heb wat meer zo gekeken dan wat anders. Was maar een filter, hè. Wat vond goed. Voor jij goed? Ja. Maar had minder, eng, zien, minder eng door jou. Omdat... Minder eng door mij? Ja. Waarom? Omdat anders zit ik hier gewoon in stilte, omdat jij niet eng bent. Ja. En nu ben jij het enger dan maar, ik, dus... Hier. Weet wat er gewoon zot is? Die hier, dat manneke hier, die heeft gewoon geen angsten. Hij heeft gewoon geen angsten. Ja, maar nee, als hij films aankomt, minder. Maar hij verschiet niet. Niks. Maar ik heb dat zo ontdekend. Maar gisteren keek naar de Babadook. Ik spring bong, bong. Ik weet niet ogen in de zetel. Hij heeft niks. Maar ik ben er wel jaloers van, hè. Dat is... Ja, maar jaloers. Maar ik versta ook de uitleg niet. Ja, ik verschiet inwendig, zeg jij. Maar hoe kunnen nu inwendig verschieten zonder een reactie te geven? Ik ga een keer voorbeeld geven. Geef een keer een voorbeeld. Dus ik zet hier een verse cola met ijsblokjes. Daar lekker. Ja? Ik zet hem neer. Ik pak mijn bakje en die cola vliegt bikkan in de grond. Ja? Oh fuck, zeg je jezelf. En dat denk ik met een film. Ja, maar... Allee. Oké, okay, ja, ik dat is wel een goede uitleg eigenlijk dat je heeft. Ja, ik meen het eigenlijk. Ah ja, het is... Dat is wel een goede uitleg. Het is wel... Ja, ik had het niet verwacht, zeg ze. Maar het is echt dat gevoel dat ik heb. Ja, dat is echt ik... zot. Bij hele goede jumpscares kun ik wel een keer zo... Maar ik heb dat echt niet veel. De laatste keer was het wel bij een exorcist. Er zat zo een bijna origineel jumpscare in met een slang en zo. En toen heb ik wel zo... Eigenlijk gisteren toen dat zo goed laten verschieten. Toen heb je toch wat? Toen heb je verschoten. Maar het moet echt onverwacht zijn en ik zie zo snel aankomen. Ah, en dat je niet zien aankomen. Ja, dus Silke, die daar zit, dat meisje daar,
had ons gisteren doen verschieten, maar wij waren aan het kijken naar de Babadook. En het was hier pikken donker en één keer van achter de noek. Ja. En wat deed hij weer zo goed? Of ik weet het niet meer. Nee, ik zei, oh my god. Ja. Hey. Maar hoorde je er niet afkomen? Nee, hoorde je er en ze zei toen, wat er nog eigenlijk meer scary was, is dat ze daar al heel hele tijd stond. Ja, ze stond daar al 10 seconden. Doe normaal. Ja, het ene ons gezegd 10 seconden. Ja, omdat ik aan het wachten was op het perfecte moment. Wel? Maar hoe bangelijk is dat? Want wij zitten hier te kijken. Voor hetzelfde staat er daar een of andere inbreker. Maar ik was bang dat jullie mee gingen zien door de ruit. Ja, maar ik was er dan... Oh my god, dat hij zo in één keer door de ruit daar... En dat hij... Hier, van achter die noek, want die noek is die noek. En dat hij gewoon zo recht naar mij staat te kijken. Dat ging wel, oh my god. Ik pak gewoon die kaars en ik smet hem hun tegen. Ja, dat vindt er wel echt de setting. Hè. Het was zo echt creepy. Hè. Dat was wel zot. Creepy, hè. De katten dan. Oh my god. Fucking hell. Dat is leuk bezien. Hey. Met de lente was wel... Hé, maar dat is niet normaal. Ze staat echt weer in ziel. Ja, echt. Babadoe. Ja, echt. Hé, hey, ik kan haar niet in focus brengen, maar dat is wel zot. Ja, hé. En toen nog een zwarte kat ook. Ja. Dat brengt nog wel meer ongeluk. Maar ik kan wel. Maar ja. Ik kan wel, bij de babadoek, ook is meer zo dat je like, je adem benauwd. Die benauwd gevoel. Ja, ja. Ja, misschien omdat het meer realistisch overkwam dan die... Ik moet hem sowieso in. Ja. Echt goeie film. Want ik zweer het, ik ging vannacht naar het toilet, hé. En? En er kwam een babadoek uit je hol. Baba ploems. Maar ik ging terug naar het bed, maar ik laat ons aan alle liggen dood voor het toilet te gaan. Ja? En ik ging terug naar het bed en ik... En je pijsde je eraan. Ja, fuck, maar ik krijg een vulle film. Ja. Hey. Ja, stop dat niet aan. Maar... Kan ik iets zeggen? Anouk, dus juist hetzelfde. Anouk gaat dus van boven naar beneden, volledig in het donker. Ja. Echte waarheid. Ja. Altijd. Maar dus op die houten trap, zij gaat volledig zo... Want je moet bij mij door de living, door de keuken, en toen zo naar de badkamer. En zij doet dat volledig in het donker altijd. Ja, is lang, die weg. Ja, ze is 10 minuten weg. Als ik naar de slaapkamer ga, doe ik zelf eerst licht van de moet zelfs, bij mij moet naar de slaapkamer, licht aan en dan pas... Bij mij, als je naar de badkamer gaat, moet je zelfs een bus pakken voor... Zo lang zit de weg. Maar als je licht dan doet, ben ik wakker. En toen zou ik gewoon mee kunnen slapen. Ja, maar dat is ook haar uitleg. Zij zegt tegen mij, ja, maar ik ga gewoon... als ik de licht aan doe, dan ben ik wakker. Maar en dan kan ik niet meer slapen. Of zoiets? Nee. Ik niet, ik doe al licht aan. Zelfs zo in mijn slaapkamer en ook zo. Nee, maar vannacht... Vannacht merkte ik eigenlijk, door maar overhaar te zien, dat je er eigenlijk wel mee bezig bent. Ja. Allee, dat ding kan hier en ook... Maar ja, doe een keer normaal, ik haat dat. Ja, kijk wat je creëert. En voilà. De kat zat hier dan gisteren nog daar naartoe te kijken. Ja, wat was dat? Die kat zat heel de tijd in naar die noek te kijken daar. Ja. Dat was ook zo scary. Ja, je doet dat los dan. Ah, oh, wijs. Maar meestal eigenlijk waar dat je zit. Je zit hier nooit alleen. Ah, leuk. Ik zou je dus echt niet willen blijven. Dan moest je zeggen, anders blijf je hier slapen in de zetel. Ja. Echt, fuck dat. De katten zitten zo s'nachts naar je te kijken. Ja, die zwarte katten zitten hier zo aan die tv zo. Ja. I kill you in your sleep. En zo met haar één naal zo. Pak hem. Een schijntje. Ja, kijk. Dat was onze reactie van de film en van de films en van de unboxing en van de spaghetti en van alles. Hè. Zeker. Dus nog een keer bedankt dat ik hier belde naar een film mag kijken. En bedoel. Dus we hebben nog veel te gaan. Hè. Ja, het zou want normaal zijn. Zien we, ik had ook de bedoeling van, ja, we gaan dat nog in kijken, maar het is gewoon, het is genoeg. Ik kan dat niet aan, twee van die horrorfilms achter elkaar. Gaan we eigenlijk met de verder kijken. Jawel. Maar ik moet gewoon weer van nul beginnen. Oké, we zijn weer vertrokken. Maar nu zo... Dat is eigenlijk de eerste. Ik vind... De tweede? Nee, de eerste. Ah, de eerste. De eerste is de eerste. Ja. En toen de Curse of La Llorona vind ik ook aan. Ik ga nu opzoeken welke dat is, met dat kind dat bezeten is. Maar de Curse of La Llorona is echt goed. Die is een beetje gelijkaardig. Veel te dark zo. En toen Comes Home, Annabelle Comes Home is ook weer nieuw. Oké. Toen The Devil Made Me Do It is zo wat zwakker. Maar op nog staan bijna goed. Oké. Dus mensen, allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Abonneer op ons kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
voor een nieuwe dag. Nieuwe video of vlog, wat het ook mag zijn. Vaarwel. Jojo. Salutjes. Ja. Tot de volgende keer. U kijkt toch ook? Ah, het is wel de tweede. Ja, maar ze verbrot ons net. Outro. Verdomme nou.